Waarom je viel voor die verleiding, als dat de goede woorden zijn? Viel voor de verleiding, dat is een goede vraag. Want in het half jaar proberen ze je zo erg over te halen met... Hey, het geld is lekker, je krijgt heel veel boekingen. Waarom niet, weet je, de camera is leuk toch? En ik zat al in de moderne wereld, dus ik wist al hoe het eraan toe ging. Maar op zo'n manier, je probeert het erin te werken. En ja, nu ik erover terug nadenk, denk bij mezelf hoe dom ik geweest ben om eigenlijk in te trappen op de mooie praatjes van de wereld. Ja. En dat is ook een belangrijk punt voor jou, dat jij zegt, je bent veel te jong op dat moment. Ja. Om te overzien wat het betekent voor de rest van je leven. Dus het maakt het allemaal mooier dan het is. Ze komen alleen maar met punten aan. Dat je denkt, oké, het waren feiten, weet je. Je krijgt ook zo'n bedrag, je wordt ook zo behandeld. Maar ze zeggen niet of ze tonen niet wat de andere kant ervan is. En had je een omgeving die je daarop wees? Nee, ik heb de keuze zelf moeten maken in mijn eentje. Ik heb eigenlijk met niemand er ook over gehad of zo. Nee. Ik denk dat het ook belangrijk iets is voor een 18, 19-jarig meisje... om met volwassenere mensen te kunnen hebben over van... hé, is dit wel verstandig wat ik doe? Ja. Ik denk dat ik dan ook op dat moment ook andere keuzes had gemaakt. Ja, nee, want het lijkt nu allemaal de buitenkant en het geld. Het is makkelijk meegenomen en zo, maar uiteindelijk datgene wat je moet doen... daar praat je dan misschien niet zoveel over. Dat je daadwerkelijk seks moet hebben met mannen op zo'n filmset. En wat dat vervolgens voor effect op je heeft. Ja, niks positiefs in ieder geval. Want het is al een dingetje om seks te hebben voor geld... En laat staan dat je dan de mogelijkheid krijgt als 18, 19, 20-jarige... om dat voor de camera te hebben. En dan dat het iets blijvends is en dat je dat op dat moment niet beseft... wat dat met je toekomst doet. Mm-hmm. Je beseft het gewoon niet. En nu ik erover terug nadenk, als ik wist wat ik nu weet... Mm-hmm. Ja, ik denk, ik weet niet. Ik heb zo'n gevoel ook van, ik wil ook anderen ervoor behoeden... gewoon wat, ja. Met de info die ik nu heb over zo'n wereld. Ja, want je bent eigenlijk kwaad. Als je terugkijkt. Ja, ik ben op zich kwaad en teleurgesteld ook. Ja, dat niet iemand je beschermd heeft? Nee, meer om... Ook, zeker. Maar ook gewoon dat... hoe ga je dat zeggen? Dat ik het niet overzien heb. Ja,